Meneer Kofferman. Ja, voorzitter, toch nog even dit punt. Collega Faber. Ik heb net iets gezegd, hè? Ja, zeker. Collega Faber maakt een onderscheid tussen gelukszoekers die in nood zijn, die zijn niet welkom, en gelukszoekers die hier, laten we zeggen, bedrijfsmatig hun activiteiten weer ontplooien, die zijn wel welkom. Kunt u eens aangeven waarom economische vluchtelingen, die, laten we zeggen, om economische redenen hier hun bedrijf willen vestigen, bijvoorbeeld op de Zuidas, wel welkom zijn voor de PVV, maar vluchtelingen die in nood zijn omdat ze de oorlog ontvluchten, niet welkom zijn? Het verschil zit in wat men kan bijdragen aan de Nederlandse samenleving. Een economische vluchteling die voegt helemaal niets toe. Een bedrijf kan wel iets toevoegen. Dus meneer Kofferman, ja. Dus voorzitter, wat iemand kan bijdragen aan Nederland, dat is bij de PVV alleen in economische termen uitgedrukt, alleen in geld uitgedrukt. Op het moment dat je hier een bijdrage in geld levert, dan ben je welkom. Elke andere bijdrage telt niet, is niet welkom. Dat zijn de woorden van meneer Kofferman. Nee, dat is een vraag die ik u stel. Het klopt, er is meer dan alleen geld, dat klopt. Maar we moeten niet vergeten dat economische vluchtelingen die alleen geld kosten, wordt allemaal betaald met belastinggeld wat op wordt gehoest door de Nederlandse belastingbetaler. En daar moet je zo heel zorgvuldig mee omgaan. En we gaan gewoon bezwijken onder deze last die eraan komt. Ik wou nou mevrouw Faber de gelegenheid geven om haar betoog toch enige tijd achter elkaar te kunnen vervolgen. Gaat u gewoon. Dank u, mevrouw de voorzitter. Terwijl de gemeenten nog keihard aan het werk zijn, de decentralisatie...